Hey, superleuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Daar ben ik weer met een AliExpress shoplog. Ik kreeg er niet normaal veel vraag naar, maar het duurde even voordat de pakketjes binnen waren. Ik ben best wel excited over de video, want ik ben heel erg benieuwd naar de spullen. En er is één item in het bijzonder waar ik extra enthousiast over ben. Dus mocht je benieuwd zijn waar ik het over heb, kijk dan vooral verder. Maar voordat we gaan beginnen wil ik eerst vragen of jullie al op me geabonneerd zijn. Mocht dat nog niet het geval zijn, doe dat dan vooral en klik gelijk op het belletje. Want dan krijg je een notificatie zodra ik een nieuwe video upload. Normaal gesproken zet ik de linkjes in de beschrijving. Maar dit keer heb ik een Hatsa-bord gemaakt waarin ik alle items in een Hatsa-bord heb geplaatst. Zodat het voor jullie ook gemakkelijker is. Dus mijn Hatsa-account kun je hier in de beschrijving vinden. Dat gezegd te hebben, laten we maar snel gaan beginnen met de shoplog. In het eerste pakketje zitten reusable straws. Straws, dus rietjes. Het komt in een heel schattig doosje. Voordat ik... Oh! Ik kan hem zo openschuiven, oké. Okay. Ik dacht, misschien sloop ik iets. Cute! Er zit ook een schoonmaakborsteltje bij. En dit is dan... dit. Het rietje. Oh, je kan hem ook nog uitrekken. Nice! Hij lijkt net een toverstok. Oké, dat is heel random. Wow, ik vind dit echt fascinerend. Ik ben hier erg enthousiast over. En super handig dat het ook in een doosje komt. Dus deze ga ik standaard in mijn tas doen. Dan hebben we hier een handtas. Het staat op de verpakking, vandaar dat ik het weet. Nou, ook zo'n kleine dustbag-achtig iets. Dit is eerder een soort van portemonneetje. Wat schattig. Oké, nee, dit is oprecht heel leuk. Hier het koord. Er kan niet veel in. Maar stel je hebt een gala of je wilt niet zoveel meenemen, alleen een beetje geld. En nee, je telefoon past er niet in, denk ik. Nee, mijn telefoon past er niet in. Dat is wel jammer. Als je inderdaad iets van geld of zo mee wilt nemen, of je sleutels, dan is dit wel een schattig formaatje. Of als kindertasje, als je een dochtertje hebt of zo. Dan kan dit heel schattig zijn. Weet je waar dit ook handig voor zal zijn? Als je bijvoorbeeld op een rommelmarkt staat en dan je geld bij de hand wil hebben. Dan is dit een perfect formaatje. Dan hebben we een t-shirt. En op vele aanvragen heb ik een kledingstuk van Ali. Dit is een maat L. Maar ja, als je het zo bekijkt, is hij eigenlijk niet eens zo groot. Ik vond de print wel heel erg cute. Plant these, save the bees. Ik ben natuurlijk een grote plantenliefhebber. En qua eerste indruk is het prima. Ik weet eventjes niet aan mijn hoofd hoeveel ik ervoor heb betaald. Ja, ik vind het altijd zo tricky om op AliExpress kleding te bestellen. En als ik daar kleding op bestel, zijn het vaak t-shirtjes. Maar op zich vind ik het helemaal prima. Het stofje is heel erg zacht. Maar glad en zacht. Ik weet niet of materiaal erbij staat. Katoen en polyester. Ik vind het wel wat hebben. Ik vind het cute. Maar sowieso als je kleding op AliExpress bestelt. Kijk echt even naar de maat of naar de reviews wat ze zeggen. Ik heb nu een L. Maar volgens mij valt dat als een S, M. Stickers. Ik ben zo happy. Oké, ik heb deze stickers besteld. Maar ik zie hier dat ik gratis emoji stickers erbij heb gekregen. Dat is leuk. Maar de stickers die ik heb besteld hebben een soort van reisthema. En de leukste sticker vind ik sowieso het Volkswagen busje. En dan hebben we deze stickers erbij gekregen. Het maakt me gewoon zo happy als verkoper van AliExpress er cadeautjes bij doen. Dan denk ik, ja, het hoeft niet, want je hebt daar niet voor betaald. Maar het is wel heel erg cute. Oeh, dit voelt goed. Dit is echt goed papier volgens mij. Zo schattig. Oké, jongens, nu komt het item waar ik heel erg benieuwd naar ben. Hij is heel erg groot. En ik weet dat dit het item is, omdat het ook op de verpakking staat, of course. Ja, het is een doos, daar ben ik heel erg excited over. Nee.
Weet jullie wat dit is? Dit is een neonbord. En ik was echt op zoek naar een van de goedkoopste. Want de gemiddelde prijs van een neonbord was echt iets van 30 euro. En ik wilde per se een blad. Eerste indruk. Ik vind het heel erg lelijk dat er een soort van houten achterkant op zit. Helemaal omdat er letters op staan. Als het helemaal plain was, dan kon het wel. Ik weet niet of je het eraf kan halen. Dat zou wel eigenlijk heel ideaal zijn als je het er gewoon af kan halen. Of is het gewoon papier? Nou, ik ga daar even achter komen, want ik durf er nu niet aan te pulken. Het heeft een USB-poort, dus dan kan ik hem gewoon in mijn iPhone-adapter doen en dan in het stopcontact. Dus we gaan zo kijken of hij het überhaupt doet. De grote test, jongens. Ik heb hier een blokje. Hij doet het! En dan kan je hem hiermee besturen als het ware. Hoe leuk is dit? Ik weet dus niet of het de bedoeling is, maar het papier kan er dus af. Ik denk dat ik dat gewoon doe, want dat is veel mooier. Ja, het is veel mooier zonder papier. Dit is mijn beste AliExpress aankoop ooit. Dan hebben we een hele leuke gadget. Jullie weten dat ik een koffie- en theedrinker ben. En dit is een koffiebeker die je mee kan nemen. Dus ik weet hoe dit uit elkaar gaat. Oeh, nice. Hoe chill is dit? Want ik haal best wel vaak warme chocolademelk of thee of koffie uit de automaat van school. En daar hebben ze papieren bekers. En op zich vind ik papier minder erg dan plastic. Maar als dit er ook gewoon onder kan, dan kan ik dit gewoon gebruiken. Heel handig dat het een dekseltje heeft. Ik vind dit heel erg chill. Ik hoop niet dat het gaat lekken. Dat is misschien wel mijn grootste angst. Dat er misschien hete thee, ander soort drank eruit, ja, uitspat. Ben je gek? Maar dat is mijn enige angst. Maar ik ga ervan uit dat dat niet gaat gebeuren. En misschien wel goed om te weten, hier kan 250 milliliter in. Dan hebben we een telefoonhoesje met een popsocket erbij. Dit is dan het hoesje en de bijhorende popsocket. Ik ga hem gelijk op mijn telefoon doen om te kijken of hij überhaupt past. Ik heb zelf de iPhone XS en dit hoesje kan volgens mij ook voor de iPhone X. Hij past, dat is mooi. En dan wordt het tijd om gelijk dit ding aan te doen. Ik vind popsockets altijd heel erg handig. Ik ben er wel een grote fan van. Alleen waar gaan we hem plaatsen? Dat is altijd de vraag. Kijk, ik ben gewend dat je zeg maar in het midden een soort van dingetje hebt. Ik weet niet hoe je dat uitlegt. Maar dit is zo aan de zijkant. Dus ik weet niet. Ja, ik kan hem zo vasthouden. Hoe nice is dit? Dit vind ik oprecht heel chill. Dan hebben we nog meer stickers. Maar dit zijn thank you stickers. Als ik kleding verkoop via United Wardrobe, dan vind ik het altijd leuk om mijn pakketjes wat, ja, op te leuken. En ik dacht, deze thank you stickers zijn wel een leuke toevoeging daarvoor. Dus mocht je me nog niet op United Wardrobe volgen, volg me erop. Maar als iemand iets bij mij bestelt, kan ik dan zo'n sticker op de verpakking plakken. Dan hebben we dit. Het is een gekke vorm natuurlijk. Ja, hier ben ik excited over. Echt heel lang geleden. Dit staat al heel lang in mijn huis. Maar heel lang geleden heb ik een marmeren achtergrond gekocht op Ali. Ik had in mijn Action Shoplog, was het mijn Action Shoplog? Ik weet niet meer. Had ik een marmeren bureau onderzetter laten zien. Wat ook met een marmerprintje was. Maar dit had ik dus op Ali besteld. Oh joh, dat is echt een nadeel als het opgerold is. Oké, verder dan dit krijg ik hem even niet. Maar dit is heel erg fijn als je een marmeren ondergrond wil hebben. Helemaal als je foto's maakt. Of als je je hele bureau ermee wil bedekken. Ik ga even kijken wat ik ermee ga doen. Want ik denk dat die aardig lang is. Oh ja, we hebben hem. We hebben hem. Ah, best wel een lengte. Even kijken wat ik hiermee ga doen. Maar komt wel van pas. Jongens, het houdt niet op. Wat hebben we hier? Oh, ja, ja. Ja, ik ben zo excited. Dit is een USB-stick in de vorm van een camera. En ik als camera-liefhebber kon dit niet laten. Oh, dit is zo leuk. Oké.
Dit is dan de camera. En als je dan de lens eraf trekt, heb je je USB. En volgens mij is dit een USB van 8 gigabyte. Niet heel erg veel, maar wel erg handig. En ik vind het zo schattig. Ik heb echt ontdekt dat ze op AliExpress zoveel leuke USB-sticks hebben. Ik ben excited. Dan hebben we een hoesje voor mijn AirPods. Ik heb al eerder AirPod hoesjes op Ali besteld. Het duurt even voordat je het binnen hebt natuurlijk, maar ze zijn wel super leuk. Ik heb nu een groene marble hoes. Ik heb nu een gele hoes om een AirPod zitten, maar ik vond het wel leuk voor de afwisseling. Hij is echt pretty. Dit zie ik de laatste tijd heel vaak voorbij komen. Ik weet niet of het een speciale naam heeft, maar het is een ketting met een slotje eraan. En ik wilde zoiets al eigenlijk best wel lang. En toen zag ik het overal voorbij komen. Toen dacht ik, oké. Dit is hem dan. Hij ziet er prima uit. Maar met AliExpress sieraden weet ik dat het gewoon niet lang meegaat. Dus ik ga kijken of ik dit überhaupt heel erg leuk vind. En mocht ik zo'n ketting echt super tof vinden, dan kan ik altijd investeren in een wat betere ketting. Wat is dit? Oh, dit is een poster. We hebben hier dus een postertje. Oeh, hij is zo klein en schattig. Met mijn sterrenbeeld. Ik ben een leeuw, dus vandaar het leeuwensterrenbeeld. En er staat op confident, ambitious en generous. Nou, ambitieus ben ik sowieso. Maar ik dacht oprecht dat dit van papier zou zijn. Maar het is een soort van canvas-achtig iets. Voelt heel erg fijn aan. Dit komt zeker in mijn kamer in een lijstje of ergens te hangen. Ik vind het echt cute. Dan zijn we aangekomen bij het laatste pakketje. En dit is ook een t-shirt. En hierop staat Angel. En dit is van een ander stofje. Volgens mij normaal katoen. Vergeleken met het andere t-shirt. Dit is ook een L. Maar deze oogt al een stuk groter dan de ander. Ja, deze, hier ben ik heel erg enthousiast over. Laat vooral hieronder in de reacties weten wat jouw favoriete item uit deze shopblog was. En of jij ook iets gaat bestellen. Of misschien heb je al een van deze items toevallig thuis liggen. Check ook vooral mijn Hadza board. Volg me op Instagram. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!